Wat doet hij? Als je hem aanraakt, dan begint hij te schuimen en dat ruikt heel vies. Oh. Adi, wat gaan we doen? Een kusje erop. Wow, kijk zijn onderkant! Ja, precies. Dit is Frankrijk. En dit zijn Emma en Jurre. Onder toezicht van bioloog Roy en dokter Adi worden zij gestoken, gebeten en geprikt. Zijn de Franse diertjes echt gevaarlijk of is de angst groter dan het gevaar? We komen erachter wanneer de wilde dieren steken en prikken. Op vakantie! Nou, kom maar op met die tongbreker. Zeg Frans, zegt Frans in het Frans tegen Frans. Is Frans ook echt Frans? Nee, zegt Frans in het Frans tegen Frans in het Frans. Is Frans François. Welkom bij Steken en Prikken. Op vakantie! Vandaag wordt één van ons gestoken of geprikt door... Ja, door de crapaud sonneur à ventre jaune. Mooi. Crapaud sonneur à ventre jaune. Ja, en jaune betekent geel. Dat is alles wat ik daaruit op kan maken. Dus het is een geel beestje? Onder andere. Ik denk dat ik weet wat het is. Wat denk jij? Ik denk dat het een gifkikker is. Een gele gifkikker? Ja. Nou, trek hem er maar af dan met je mooie hoed. Oké, 3, 2, 1. Oh, het is een kikker, ik wist het! Het is de geelbuikvuurpad. De geelbuikvuurpad. Het ziet eruit als een pad. Hij is wel klein van stuk. Wow, kijk zijn onderkant! Ja, precies. Oh my god, kijk zijn onderkant. Ik kan zijn onderkant niet zien. Kijk eens. Oh, die is helemaal geel. Van zijn handpalmpjes tot aan zijn enkeltjes, tot aan zijn buikje, tot aan zijn keel. Dat is echt een hele coole, hele felle kleur geel. En het is zo'n schattig, schattig, lief, klein padje. Oh. Oh. Kijk zijn billen ook, als hij zo zijn poten uitrekt. Kikkerbilletjes. Dan zie je hem als een kontje. Maar even, wat is die hele sikke gele buik? Mooi, hè? Allereerst is het een waarschuwingskleur. Want eigenlijk wil deze pad zeggen, ik ben giftig. Oh, maar echt? Is dit een giftige pad? Dit is een giftig oh, pad. Oh, nee. Maar hebben we nou al vaker gif gehad? Nou, ja, op zich van een angel is ook gif. Oh, ja. Wat doet hij? Bijt, steekt, brandt. Nou, deze pad die heeft dus 3 waarschuwingen. Eigenlijk is de eerste al de kleur. Pas op, ik ben giftig. De tweede is als je hem aanraakt of tegen zijn rug aantikt, dan begint het te schuimen en dat ruikt heel vies. Je ziet ook echt schuimen? Ja, je ziet een wit schuim eruit komen. Dat komt uit die klieren. En de derde is als je hem dan probeert op te eten of te likken, dan irriteert dat. We gaan niet likken! Dat gaan we niet doen! Nee, Roy. Nou, wat ik heb bedacht samen met Roy is dat jullie toch gaan kijken of jullie van deze pad een prins kunnen maken. Dus het wordt een kusje erop. Ja, maar niet likken. Ja, één van ons moet die pad gaan kussen. En dat is natuurlijk een ontzettend slecht idee. Je kust hem ook niet op zijn mondje. Je moet hem op zijn giftige ruggetje kussen. Ah, dat is zo raar. Oké, hou ons niet langer in spanning. Wie gaat de pad kussen? Oké, degene die de geelbuikvuurpad gaat kussen is... Emma. Oh! Waarom moet ik de pad kussen? Ja, we waren gewoon wel eens benieuwd en we dachten, Emma, die doet dat wel. Ja, Emma, die doet dat. Ja, Emma, die doet dat. Die doet Emma, die doet dat wel. Emma, die doet dat wel. Ik ga de pad een goede zoen geven. Er is één ding wat mijn moeder vroeger altijd tegen mij zei, is je mag wel kikkers oppakken, maar padden, daar blijf je vanaf. Met de vratten, daar mag je niet aankomen. Ze heeft een punt, want die vratten zijn geen vratten, dat zijn eigenlijk klieren. En in die klieren, elke pad die gebruikt die klieren om een soort smerig goedje te verspreiden. En bij de meeste padden is dat een beetje stinkend, waardoor heel veel dieren al denken, oh, dat hoef ik niet. Bij deze is het niet alleen stinkend, maar ook een beetje giftig. En kikkers hebben dat niet, maar eigenlijk wil ik dat jullie geen van beide oppakken. Oh. Wij, mensen, zijn namelijk verspreider van een amfibievirus, waar wij geen last van hebben, maar de dieren wel. Dus als jij een kikker of een pad vangt, dan zou het kunnen dat je het virus van pad nummer 1 aan pad nummer 2 geeft. En dat willen we natuurlijk niet. Nee, dan krijg je een pandemie. Dat wil je niet. Ja, maar vertel even over de pad, wat die doet, hoe ziet zijn leven eruit? Nou, een pad die komt eigenlijk vooral in het voorjaar een beetje naar buiten. Dan begint het mannetje te zingen, want het mannetje die zingt om een vrouwtje. En dat, bij deze padden klinkt dat heel mooi. Dat klinkt een beetje als oehoe. Maar dan, hoe is dat? 40 keer per minuut doet hij oehoe, 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 oehoe. Echt zo? Weet je wel, ja. Maar de grap is dus dat we hebben gemonitord hoeveel vrouwtjes er dan op een zingend mannetje afkomen en hoeveel vrouwtjes op een niet zingend mannetje. En het bleek evenveel. Nou, dus ze doen het eigenlijk. Ze vinden het heel leuk om te doen, maar het helpt niet echt. Nou, wat zielig. Dit is dus de geelbuikvuurpad. Padden zijn echte landdieren.
Ze houden wel van water, dus zoeken ze tijdelijke poeltjes waar ze even lekker in kunnen afkoelen. Een natte voetafdruk van een koe is voor de pad al genoeg om te leven als een god in Frankrijk. In Nederland gaat het heel slecht met de vuurbuikpad. Doordat veel drassige stukjes land onder andere worden bestraat of opdrogen, zijn er in ons kikkerlandje nog maar 150 vuurbuikpadden te vinden. Dus wil jij deze pad begroeten, dan zal je naar Frankrijk moeten. Wij hebben iets voor jullie bedacht. Nou. Oh, jullie mogen plaatsnemen. Ah, zo heet! Dat is heel heet. Dan als eerste de vraag, kennen jullie een yoga-houding met de naam van het dier? Ja. Welke dan? Downward Facing Dog. Die gaat zo. Dit is dus de Downward Facing Dog. Oké. Okay. Nou, nu hebben de geelbuikvuurpadden hebben ook nog een soort eigen yoga-pose. Oh. Die heet de Unken Reflex. En wat ze doen is plat op hun buik, hun armen en hun benen omhoog, alsof ze aan het skydiven zijn. Ja, zo. Waarmee ze dus van vooraf laten zien hoe geel hun buikje is, terwijl ze op hun buik liggen. Dat is vreemd. En ze kunnen helemaal dubbel. Ze kunnen veel ronder dan jullie. Waarom heet dat dan het unken? Nou, het is ontdekt door die persoon en het is alleen maar bij deze padden te vinden. Dus die hebben echt een soort, ja, het is een reflex. Als er een gevaarlijk dier in de buurt komt, dan doen ze zo hun lijfje in de unkenreflex. En dan is dat hun eerste waarschuwing van, hey, let op, ik ben giftig. Nou, wat leuk. Ja, de unkenreflex. Ja, top. Weer wat geleerd, hè? Ik moet zeggen dat ik wel lichte paniek krijg voor het kusmoment. Ja. Zullen we het gewoon maar doen dan? Oké. Hoor ik daar nou de geelbuik vuurpad? Ja, bruin van boven, geel van onder. Ja, want dat gele buikje, hè, daar schrikt hij dus allemaal dieren mee af. En als die boos wordt, dan gaat hij schuimen. Oeh, en dat schuim is giftig, dus niet in je ogen wrijven als je het op je vingers krijgt. Maar jij krijgt het straks op je lippen, je gaat hem zoenen. Dat klopt, maar misschien verandert hij wel in een prins. Ik koop het voor je. Roy, hoe gaan we dit doen? We gaan hygiënisch werken, want wij kunnen een virus overgeven waar wij geen last van hebben, maar de amfibieën wel. Het is belangrijk dat we voorzichtig met de pad omgaan. En dus, we wassen onze handen even met desinfectiemiddel. En ik moet mijn lippen insmeren met citroen. Want ik ga de pad kussen. Super. Ja? Ja hoor. Gaat die pad gelijk al schuimen? Als het goed is wel. Ja, ja? Als afweer gaat die schuimen. En dan moet ik dat schuimen gaan kussen. Klopt. Ach, godverdamme. Roy die pakt de pad bij zijn billetjes uit het bakje. Kijk. Oh. Je ziet hier bij mijn handen. Daar zie je al wat schuim op mijn hand zitten, zie je dat? Oh, ik zie ja, schuim! Ja, je ziet daar schuimballetjes. Ik had wel verwacht dat het wat witter en wolliger zou zijn. Ja, dat had ik ook gedacht. Maar goed, schuim is schuim. Ja. Ik ga nu de billen van de pad kussen. Dit is echt... Een lekkere smakkerd. Het moment is daar. Ik ga zoenen met een pad. Daar gaan we! De geelbuikvuurpad. Langzaam tuit ik mijn lippen en beweeg ik mijn hoofd richting de pad. Ik zie het schuim borrelen en zijn vratjes, oftewel poriën, van heel dichtbij. En ik geef hem... Ah! Zo, dat was een dikke smakkerd. Dat was een dikke smakkerd. De pad voelt ruw en hobbelig. Ja, een beetje zoals ik me had voorgesteld eigenlijk. Als een pad. Oké, Emma, tijd voor de kijkersvraag. Ik heb een pad op zijn billen gekust. Oké, Em, tijd voor de kijkersvraag. Oh. Afia vraagt... Wat zou jij doen met een rug vol met giftige vratten? Wat ik daarmee zou doen? Ja, ik denk dat ik die toch misschien wel zou uitknijpen. En dan het gif zou verzamelen en daar dan misschien iets moois mee doen in de wetenschap. Hop. Zou dat kunnen? Ja. Ja, daar gaan we iets moois van maken. Oké. Okay. Maar heb jij nog een vraag aan de kijkers? Zeker. Stel, je zou een kikker kussen. In wie hoop je dan dat die kikker verandert? Laat het ons weten. Goeie vraag. Ik heb niet met mijn tong over mijn lippen gewreven, maar toch voel ik op mijn tong... Een soort... Wat tinteling. Een tinteling, dat is het goede woord. Het is een tinteling. Ja. Op mijn tong. Dat was niet de bedoeling. Maar het is toch gebeurd. Dan wordt het toch tijd voor dokter Addy. Nou, dan kom ik heel graag kijken. Doei, padje. Ik heb toch mijn lippen lopen likken. Nu heb ik allemaal giftig speeksel in mijn mond. Wat moet ik nu doen? Spugen. Oh. Oh, dat was niet de bedoeling. Nou ja. Als het maar niet in je mond zit, vind ik het allemaal prima. Nee, je mag het inderdaad uitspugen, maar ik ben heel benieuwd, wat voel je? Of voel je überhaupt iets? Ik voel weinig in mijn lippen eigenlijk. Meer op mijn tong. Op je tong? Alsof je inderdaad een soort hete peper zo op je tong legt. Ja.
Nou ja, dat is ook wel te verklaren, want het gif van deze pad reageert meer op je slijmvliezen. Daar zo. Ja, precies. En je tong en je wangen, alles binnen, dat is ook slijmvlies. Ja, nou daar voel ik het ook het meest. Ik voel het meeste hier ook heel van mijn wil. Ja. Daar. Als je een giftige pad hebt aangeraakt, is het belangrijk om goed te spoelen. Je gaat eerst je lippen spoelen. Oh. Dicht houden. Spoelen, 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 spoelen. We willen dat vergif eraf en het helpt ook om te koelen. Wordt het minder hierdoor? Nee? Oh. Niet doorslikken. Ja, wel, want het is water, dus dat verkoelt. Ja. Maar wat voor cijfer is dit nou op de pijnometer? Op een schaal van 1 tot 10. 1 is een kusje en 10 is mijn arm eraf. Dan geef ik de geelbuik vuurpad. En 2. Oh. Ja. Nou, dat valt me eigenlijk mee. En mij ook nog, ja. 2. Het is gewoon een tinteltje. Een kleine tinteling, ja. Ik moet er wel even bij zeggen dat ik op dit moment een 2 voel. Maar stel, het gif komt in je ogen of op een open wond ergens op je lijf, dan... Ja, kan het denk ik wel wat pijnlijker zijn. Zeker weten. Als je een giftige pad aanraakt, is het heel belangrijk dat je niet in je ogen gaat zitten. Je mond is ook niet zo fijn, je neus ook niet, maar vooral je ogen vind ik heel belangrijk dat je daar niet aan zit. Dus zo snel mogelijk je handen wassen, liefst met water en zeep. Ja, moeten we er nou bang voor zijn? Ik denk het eigenlijk niet, hè? Jij bent er verliefd op. Ik vind hem leuk. En ik denk niet bang zijn. Het gaat echt heel slecht met deze pad. Oh ja. Echt heel slecht. Hij is in Nederland zo goed als uitgestorven. Een negatief einde weer. Nee, ik vind het juist heel leuk om te weten dat we nu iets meer over weten. Want misschien kunnen we dan allemaal ons best doen om de padden wat meer met rust te laten. En te hopen dat er heel veel meer komen. Nou, dan gaan we wat liever zijn voor de pad, lijkt me ja, voortaan. Goed idee. Zullen we zwaaien? Ja, dat is een goed idee. Leuk einde, hè, denk je dan. Ja. Zwaaien.